Sorry, dat was een beetje hard. Vandaag zijn we in de Swimfun in Joude. Het is een zwembad met water waar we gaan zwemmen. Maar niet alleen zwemmen, we gaan ook verstoppertje doen. En een spel met een papiertje die niet nat mag worden. Komt er eentje ooit een moment dat verstoppertje niet meer leuk gaat zijn? Het voelt een beetje alsof we daar te oud voor zijn. Maar weet je, YOLO. We zijn in ieder geval niet te oud om te vragen of jij wilt abonneren op deze video. Nee, ik bedoel op dit kanaal. En op deze video. We hebben bijna 900.000 abonnees. En dan ben ik nog maar 100.000 abonnees verwijderd van de 1 miljoen abonnees. Een heleboel getallen, maar meer dan 40% van de mensen die dit kijken is nog niet geabonneerd. Dus alsjeblieft, klik even op de abonneerknop. Dankjewel. Let's go. Yo! Yo! Wat heb jij gedaan om je voor te bereiden vandaag? Ik heb video's van jou gekeken en ik zag dat je wel eens een geluidje, een bepaald soort geluidje, bijvoorbeeld geluidjes, laat horen als ik de glijbaan inga. Dus ik ga op mijn quotes letten dat ik niks verdacht zeg. Ja, precies. Oké. Okay. Wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? Mijn vader is badmeester. Dat heb jij gedaan? Nee, niet mijn badmeester. Oh. What the hell? Wie is mijn vader? Ik ben jouw vader. Ik ben jouw vader. Oh, nu jou hier toch zie. Wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? Gast, kappertje, zie je dit? Soef. Hey, Soef. Soefjan, mijn kapper, 15 euro, niks. Gratis. Oh, mooi. Wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? Ik heb alle benodigde requisieten meegenomen. Wat heb je? Alle benodigde. Zeg je nou eigenlijk? Wat zijn dat dan? Handdoek. We gaan eerst maar eens even verkennen. Ja hoor, we zijn hier nog 1 minuut binnen en ze hangt alweer ergens aan. Never skip. Yo. Zo, oh, jij waar ik nu aankom, was nat daar, bro. Ja, jij hebt normaal zo, over water gesproken. Oké, okay, luister, kom, bro. Ja. We gaan het volgende doen. Oh. Oh, jeetje. Wat zat? Hé, je moet even iemand halen. Nee, echt stoppen met filmen, wat? Nee. Wat? Ik meen het, ik meen echt. Kun je dat iemand halen? Ah, oh, nee. Oh. Hé, bij jou! Ik denk bij jou! Oh my god! Zet het erin! Help me! Huh? Je vindt het helemaal niet erg? Ja, nee, stop met filmen. Ik ben gestorven. Wow, what the fuck? Hey, YOLO, kom op. Oké, okay, doe je. Oh, niet. Nu kijken, nee. Oh, my God! We gaan eerst een probeer niet te schreeuwen challenge doen in de glijbaan. Wow. Ik heb letterlijk nog nooit geschreeuwd in mijn hele leven. Okay, bye! Ze hebben niks over niet schelden gezegd. Oh. Je mag niet schreeuwen. Nee. Niet schreeuwen, hè? Ja, niet schreeuwen. Bro, dit gaat mij 100.000% mis. Oh. Dat vind ik best wel goed, man. Ja. Ah, makkie! Oh. Hey, die is wel heel mooi, hoor. Oké, voor de papierchallenge is het heel simpel. Je krijgt een papiertje en je moet zorgen dat die niet nat wordt. Maar die challenge komt dus zo meteen. We gaan eerst heel even het waterbaan ding verkennen. Oh, hey, dit is super warm op zo, man. Het water was alleen een beetje koud. Staat de ander opeens zo stil dan? Ja. Ben je aan het plassen? Nee. Oké, okay, kom. Wat is dit? Oh nee! Mama! Rick wilde nog even een openingszin uittesten op Amber. Die jongen daar. Hij bent Erik! Hij bent Erik! Spin hem! Let's go! Tijd voor de challenge. Dit zijn de teams. Oké, hey, luister, er is maar één team die hier kan winnen. En dat zijn wij! We gaan het zien. We gaan het zien. Oeh, hij heeft een stijl! Oh, de meiden mogen als eerst. Hier gaan ze, de verliezers, de trap op. Wat? Hoe ga je op zo omhoog? We zijn aan het begin. Nu. Oké, het gaat goed. En ondertussen waren de jongens heel rustig aan het wachten. Wally, je moet gered worden! Hoe gaat het op dit doel? Ja, heel goed! Wow, geen pas, mooi. Nee! Ze lopen! Nee! Oké, laten we ze daar neerleggen. Ik heb een tactiek, ik heb een zieke tactiek. Ik weet er ook een. Oké, ik heb jouw tactiek. Ja, ik dan. Wat nou als je gewoon in je mond stelt? Stel dan wel! Oké, leg ze hier. Hey! Oké, leg ze hier. Kunnen we zo meteen vergelijken?
Hey, eerlijk, niet slecht, man. Nee, hè? Heel goed. Voor hun, nee. Nee, voor hun is het wel slecht, ja. Niet slecht. Nee, ze hebben het echt goed gedaan, man. Maar ik hoop niet voor ze dat ze gaan vals spelen. Heb je een tactiek? Ja, we hadden dus een tactiek. Dus ik zeg, we doen het papiertje in ons mond. En dat was ook jouw... Maar daar is het toch ook nat? Soms wel. Ga je echt in je mond doen? We hadden het niet over papier, toch? Hé, hey, is best wel fresh of niet? Maak een foto. Is hij goed? Oké, dit is hem. Maar kom. Hij wordt wel nat, bro. Natuurlijk wordt hij nat. Kutzooi. Oh. Oh. Let's go, boys. Ah, go. Zo, hij is snel ook, hè? Oh, shit. Oh, dit is best wel droog. Dani, Rick. Oh, ik denk dat het wel een close call is. Mag ik even kijken nog? Dit is even de meiden. Wacht even hoor. Nee! Hey, nee, jij! Wacht! Oké, okay, dan kijken. Rick, eerst jij. Oh my god! Oh my god! Nee joh! Yo! Oh, papagaio! Oké, verder met de uitslag. Oké, laat zien, papiertje dan. Oké, maar hij is echt droog. Dus dit zijn de jongens en dit zijn de meiden. Wat is er met deze gebeurd? Kom ook met mij doen, kom ook met mij! Nee! Omdat de jongens verloren hebben, moeten ze in het koude water, wat eigenlijk niet koud is. Dus ze dachten alleen dat het koud was. Oh, het is zo koud! Oh mijn god! Oh mijn god! Ik kom je helpen, nee! Het is echt koud! Hij is drie! Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Oh, sorry. Oh, sorry. Jij ook mee. Ik ga wel achter jou. Nee, samen. Als je erop gaat, dan moet ik patat eten. Zo. Kijk hoe jij... Ik vader dat ik gewoon zitje zacht. Ik dacht dat dit gewoon goed zou... Ja, hij ging er bijna in, man. Ja, is dat echt zo? Oh, dat is niet chill, toch? Nee, dat is niet chill. Doe nog een keer. Hij is er niet! Nee, hij is er niet! Oh, waarom zit je te kijken? Ik kijk graag. Waarom zit je te filmen? Naar wie? Ik heb ogen stuiven. En voordat we een verstoppertje gaan doen, wilde Marijn eerst nog even een salto maken. En dat kan niet fout gaan. Oh my... En de jongens wilden ook even hun talent laten zien. Dat was wel mooi, hè? Die was wel mooi. Am jongeren. Laat je vallen. Oké, tijd voor verstoppertje. We doen wederom jongens tegen de meisjes en de papegaai hoort bij de meiden. Ze krijgen 4 minuten om te verstoppen. 4 minuten, oké. Okay, 3, 2, 1, go! Tijd loopt. Kom maar achter dat sprintje. Ja, we komen. Oké, we gaan nog even lopen. Hoor ze ook gewoon lopen achter wat zelf, volgens mij. De volgende vogel, de wc. Dit gaan ze vinden. Ja, wacht. Superman! Hey, je broer! Hier? Ja, moet het ergens in of op of onder. Alright. Ik zie de papegaai gewoon lopen. Ik had gewoon een oogcontact met de papegaai. Heb ik hem nou gewoon instant gevonden? Ik draaide me letterlijk 1 seconde om. En daar was hij. Gaat hij ons hier vinden? Ik ga ook letterlijk niet redden. Hallo? Sowieso in 1 zo'n hoek. Ik doe alsof ik niks heb gezien. Ik dacht dat jullie
met elkaar zouden verstoppen. Zo loopt hij hier in zijn eentje. En terwijl ik in de kleedkamers was, kwam er een medewerker naar Melita Rick toe. Weet jij waar die is, of niet? Waar is hij nou? Bij de kleedkamer precies. Oké, bro, wij kennen mensen, wij kennen mensen. Oh, hi. Ik zit hier verstopt. Wat is dit voor een trieste plek? Ik was in paniek, ik zag jou lopen. Dat goor dat je zo op de grond met die prullenbak. Ja, ik heb wel goordere. Rennen, je mag niet rennen, je mag niet rennen. Wacht, kan je naar van buiten naar binnen kijken? Zijn vesten? Kom. Nee, ik zag niks. Maar niet een Rick. Moet ik nog vinden? Wat mag je ze daarheen? Is ze hier? Rick zou hierin kunnen zitten. Ze hebben het sowieso weer veel te serieus. Steek op je slaap. Dit is nou, ik hoorde iets in die glijbaan. Ik denk dat ze letterlijk in die glijbaan zitten. Ik had nog gezegd dat dat niet mocht als enige, maar... Okay. 100% zitten ze daar. Oké, ik weet het leuks. We doen die cabine open. En we gaan één keer schreeuwen. Doe maar, gillen. Je gaat hem gewoon opnieuw verstoppen. Dan probeer het gewoon weer. Ik ben gewoon weer weg. Oh, nou, mislukt. In zo'n sauna. Zitten ze niet in de sauna? Oh ja. Oké, okay, wat is de raarste positie die je in deze stoomcabine kan aannemen dan? Ja, hij woont hier natuurlijk, dus hij kent die spot. Wat is dat zo? Hoe dan? Jullie waren niks raar. Wat doen jullie daar samen? Ik ga niet slapen! Oké, nu moeten we alleen nog Amber vinden. Heb jij een idee? Oh, dat is wel inderdaad goed, ja. Oh my god! Jezus! Ik weet waar. Jij bent zo extra. Hij is zo goed hoor. Hoeveel heb ik gewonnen? 30 miljoen euro! Vond je dit nou een leuke video? En wil je nou nog een video zien? Dat kan. Dan kan je even hier zien. Ja. Jij ook, Pieter. Vorige keer sta je klaar. Ik zie jullie weer bij de volgende vlog.